Terwijl het kabinet al een tijd is gevallen en terwijl kiezers inmiddels hebben beslist dat D66 niks meer voorstelt, min 15 zetels, doet Jette net alsof hij nog volop aan de macht is. Op de klimaattop in Dubai, waar hij met privévliegtuig heen vloog, pleitte Jette voor een schone economie. En dat klinkt heel goed. Maar laat het duidelijk zijn. Met schone economie bedoelt Jetten heel veel vervuilende, peperdure, vogels- en insectendodende windmolens. Hele velden vol vervuilende zonnepanelen, waardoor moeder aarde geen streepje zon meer ziet. En natuurlijk bomen omhakken en zeer vervuilende biomassacentrales. En daarbij moeten wij, de belastingbetalers, 35 miljard ophoesten voor 0,000036 graden vermeende temperatuurdaling. Niet zeker dus. Vroeger werden dit soort megalomane mensen niet serieus genomen in de politiek, maar gewoon voor gek verklaard met je schone economie. Marijnissen stapte op bij de SP vanwege 4 zetels verlies. Wat ik persoonlijk jammer vind, want de SP is de enige linkse partij die ik nog kan waarderen. D66 verloor 15 zetels. Jetten, stap op. Nederland is klaar met jou. Stop met je klimaatgezeik. Like en deel dit filmpje als je het daarmee eens bent.